Hallo. Hallo. Kom erin. Nee. Robert. Luc. We zijn er weer. Ja, waar zijn we? We zijn weer in een prachtige Friese Veen. Bij? Jouw ouders. Mijn ouders, ja. Ja. En wat ga je hier doen? Nou, het is alweer eventjes geleden dat ik hier geweest ben. En de airco gemonteerd heb. En dat betekent dat de airco nu aan onderhoud toe is. Dus ik ga het hier zo, niet geheel ontoevallig, eventjes hier zo op bezoek om de airco schoon te maken. Dus kijk mee hoe we dat voor elkaar gaan krijgen. Ik zou zeggen, aan het werk joh. Ga ik wel een beetje filmen. Ja, Freek, er valt natuurlijk één ding op, buiten. Ja. Zo heb ik het niet achtergelaten, heren. Dus, mijn vader is nog wel van het bouwen. Hij houdt altijd van overal een hokje omheen. Wat zei je net ook alweer tegen mijn vader? Wat hield hij ook alweer? Nee, ik vroeg nog of hij konijnen hield hier. Konijnen houdt hier. Ja, gelukkig niet. Maar het is gelukkig heel makkelijk te demonteren. Ja. Eerst leg weer aan de kant. En ook het volgende deel kan er gewoon compleet overheen. En zie hier één unit. Je begint natuurlijk eigenlijk altijd met een visuele inspectie. Staat alles er nog? Zitten de schroefjes nog op de plek? Allemaal van dat soort simpele dingen. De ventilator, of die helemaal vrij is, of die niet met takjes of wat dan ook, of daar niet niks tussen zit, is heel belangrijk. En aan de achterkant, of die niet helemaal vol zit met bladeren. Want hij zuigt lucht aan de achterkant aan en blaast het aan de voorkant uit. En verder. Ontstoffen. In dit geval omdat er een kast omheen staat, veel stof erop, even weghalen en het kastje kan er weer omheen. Een mooi schoonmaakmiddel, gewoon niks meer dan allesreiniger, zeg ik altijd even. En kijk eens, even wat spul eraf halen. En zo'n ding begint weer te glimmen van de buitenkant. It's amazing. Mike, it's amazing. Oh my gosh, what are you using, Freak? Gewoon all-purpose cleaner, meneer Mike. All-purpose cleaner. This one. Yes. Nou, bij de leidingen kan je eigenlijk al een hoop zien. We hebben hier geperst. Dus de leidingen zitten hier aangeperst met de perskoppelingen. Waar je naar kan kijken is vettigheid op de leiding. Nou, hier zit helemaal niks. Ze zijn zo droog als wat, dus dat is mooi. Had dat niet geweest, hadden we natuurlijk al eerder een belletje gehad van hey, Freek, hij doet het niet. Want dat had heel vervelend geweest. In dit geval goed. Meter zet eraan en dan gaan we eens even drukken meten om te zien hoe alles echt functioneert. Bij een single split unit heb je één diagnosepoort. Je kan op één plek kan je de drukken meten. In dit geval is dus de vraag. Gebruiken we de rode hoge druk of de blauwe laagdruk? Robert, wat denk jij? Ik denk op dit moment, ik denk de rode persoonlijk, rood, ja. Okay. In dit geval ben ik heel blij dat ik dus een digitale meter heb. Deze digitale meters van tegenwoordig, die kunnen daadwerkelijk allebei de drukken, dus aan allebei de kanten veel druk hebben. Dus in dit geval maakt het niet zo heel veel uit of je rood of blauw gebruikt. Bij een gewone manometer heeft het zeker wel effect. En dan zou ik eigenlijk altijd kiezen voor de rode leiding. En de rode kant, want daar kan je de hoge druk mee meten. En als je hem op verwarmen zet, dan krijg je hoge druk. Zet je hem op koelen, krijg je lage druk. Dus in dit geval maakt het niet uit. Met een echte manometer zeker altijd de rode gebruiken. Zo. Meter set aan. En we kijken dus naar deze kant. Het vacuüm is er nu vanaf omdat ik de leidingen aangesloten heb. Maar de blauwe kant, hè, dus de lage drukkant, die staat nu nog in het vacuüm. Die andere stond in het vacuüm. Maar zodra je de kraantjes openzet, valt het vacuüm weg. Ik ga nu daadwerkelijk de druk erop zetten. En we zien een hele mooie druk van 10,8 bar stilstaand. Nou, voor R32 is dat in principe al helemaal goed. Dat is wat je wil zien. De werkdruk is eigenlijk al goed. Dit zegt nog eigenlijk niet zo heel veel, behalve dan dat er druk op staat. En dat er dus voldoende druk op staat. Je kunt dus niet zien de hoeveelheid. Hè? Dan moet je hem echt aftappen en precies. Opnieuw
vullen. Ja, als je wil weten hoeveel koude middel er dus daadwerkelijk nu nog in het systeem zit, zou je hem inderdaad moeten leeghalen. Nou, dat is in dit geval niet nodig. Ik heb daar niet een aanleiding voor. Dus we gaan hem aanzetten en we gaan drukken meten. En goed bij deze meting te zien, hij start net op. Dus hij gaat net aan. Nou, je ziet hier ook dat hij terugvalt echt naar 3, 3,5 bar. Dat is echt heel weinig. Dat is echt een hele, hele, hele lage druk. En je ziet ook dat de gemeten, of tenminste de berekende temperatuur min 19 is. Nou, dat is nu natuurlijk nog een beetje overdreven koud. Dat wil je dus ook helemaal niet hebben. Maar dit heb je altijd met de opstart. Dus de opstart, hier zie je eigenlijk de inverter aan het werk gaan. Want die zo ontzettend ver naar beneden trekt, dat hij wil zo snel mogelijk zo koud mogelijk worden. En je ziet dus ook, en dit is een heel typisch dingetje voor R32 systemen, is dat hij in het begin, op het moment dat hij aanstaat en staat te koelen, hij vriest helemaal aan. En normaal gesproken zou dat een teken zijn voor te weinig gas, maar bij een R32 systeem gebeurt dit gewoon. Heel bizar is dat. Drukken meten is één ding, dat is natuurlijk heel belangrijk, maar de andere meting is het temperaturenmeten. Dat doe ik met een soort spinnenkopje, zeg maar. Daar zitten twee temperatuurprobes aan, zeg maar. En die meten dus het verschil van temperatuur over het binnendeel. Nou, ik voel nu al dat die echt heel koud wordt, dus dat is op zich al goed. Maar, meten is weten, dat is me altijd geleerd. Dus we doen één van de sensoren doen we hierboven en eentje beneden. En dan gaan we eens kijken wat het verschil is tussen die twee. Is dat nou die bovenste 9,4? Dat is de... Dat is de uitgaande temperatuur. Dus uitgaan, die andere is uitgaan. Eigenlijk moeten we even omdraaien. Ik zit dat te denken. Dit is de uitstroomtemperatuur bij de airco. En dit is de aanvoertemperatuur. Ja, kijk, daar heb je nog wel zoiets. Ik dacht dus even, ik zie een temperatuur boven en onder. Ik denk, hoe kan dat nou? Want hier heb je de koude lucht en boven en de warme lucht. Want het is hier inderdaad zo'n beetje, ja, 20,4. En uitgaan 8,8, dus dat is echt... Briljant, dat is gewoon goed. Ja hoor. Super. En nu houden wij van werkefficiëntie, oftewel ga eens even lekker door of zo. Dat kan, want mijn meter die ligt nu lekker daarbovenop. En ik kan prachtig mooi met mijn telefoon kan ik in de gaten houden of de temperaturen goed zijn. En dat maakt het natuurlijk wel een stukje makkelijker. Nou, je ziet nu dat hij een tijdje aanstaat, 8,3 bar bij bedrijf, zeg maar, met een delta T van meer dan 10 over het binnendeel. Ja. Perfect, ja. Perfectie. En die delta T die zag je net dus aan de binnenzijde op die meting, hè. Die zie je dus hier niet op deze meter. Wat wel grappig is nou, je voelt gewoon de warmte, voel je nou gewoon komen van hem af. Niet extreem warm, maar je voelt gewoon warmte. Ja. Warmte die dus eigenlijk dus nu getransporteerd wordt via het medium, hè, via het koelmedium, zeg maar, van binnen hier naar die buitenunit. Wat een geweldig mooi systeem toch? Goed hè? Ja. Wat is de volgende stap? Ik ga nu de meterset eraf halen. Ja. Daarvoor ga ik eventjes, tijdens koelen ga ik heel eventjes kort de vloeistofkraan dichtzetten. Dan trekt hij eigenlijk al het koude middel heel eventjes terug het systeem in. En dan blijft er niks in de leidingen over, maar dat blijft een mooi systeem. Oftewel, geen emissie. Geen emissie, die Umweltzuliebe zeggen ze dan in Duitsland. Super. En die gaan we even dichtdraaien. Totdat de druk zeg maar teruggelopen is op het systeem, of op de meter. En dat gaat vrij rap hoor. En dan voorzichtig weer de kraan open. Niet te snel allemaal. Alles rustig aan. Neem de tijd ervoor, want dan blijft het allemaal heel. En nou zie je heel prachtig mooi dat een min op de meter staat. Oftewel dat betekent dat ik zonder emissie en zonder pst alle leidingen weer kan demonteren. Ja, dat is goed.
Over het algemeen, eigenlijk bij elke unit zit er wel een klep voor. Die klep kan je openzetten en dan zitten er stoffilters in. En die stoffilters, daar kan je heel goed aan zien of mensen goed stofzuigen. Iets anders wat je echt heel goed moet schoonmaken bij de binnenunit, dat is de warmtewisselaar. De warmtewisselaar die wordt nat, dat tijdens koelen wordt hier vocht onttrokken uit de lucht. Het vocht komt in het reservoir en het reservoir wordt leeggelopen naar buiten toe in dit geval. Maar er blijft altijd vocht op zitten en als je dat vocht laat zitten, en zeker als het wat langer staat, krijg je schimmelvorming. En dat gaat in het minst erge geval een beetje rieken. Daar heb ik een actief foam voor, dat spreek erop. Spuiten hem een beetje af en dan is hij weer helemaal ontsmet. Nadat het foam ingetrokken is en verwerkt is, doe ik hem altijd nog even afspoelen met gewoon water. Die zit gewoon water in. Gewoon... Klepje dicht. En een doekje eroverheen. En deze is weer helemaal klaar voor de zomer. Nou, voor zover het onderhoud van deze unit. Deze kan er weer helemaal tegenaan voor de aankomende zomer. Helemaal geweldig. Vond je dit nou leuk en vond je dit nou interessant? Vergeet dan zeker niet op het abonneerknopje te drukken. Daarna ook even op het belletje drukken, zodat je altijd op de hoogte blijft van mijn nieuwste filmpje. En ja, doe je zelf ook wel eens onderhoud? Laat het hieronder in de comments weten. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.